Open VLD-fractievoorzitter Patrick de Waal was niet mals voor N-VA vanochtend in een opiniestuk in de krant De Morgen. N-VA biedt een nieuw platform voor extreem rechts, schreef hij. En daarmee doelde de Waal op de voormalige Vlaams Belang-verkozenen die de overstap maken naar N-VA. Wij vroegen ons af wie die ex-Vlaams Belangers zijn en waarom ze politiek willen bedrijven bij hun voormalige concurrent, Pieter-Jan de Smet. Het is een sluipend gif en als je dat toelaat in je lichaam, ja, dan gaat dat uiteindelijk ook je weefsel aantasten. Zij zien dat hun kiezers, blijkt ook uit de peilingen, hun kiezers wat weglopen, onder meer naar de N-VA. En dat is blijkbaar dan hun antwoord, probeer de kiezers bang te maken voor de N-VA. Maar nogmaals, dat moet de N-VA zelf uitmaken. Als zij de politieke verantwoordelijkheid nemen om die mensen blijkbaar zonder veel screening allemaal toe te laten, dan is mijn waarschuwing, vroeg of laat komt dat naar boven. Het is een beetje raar dat de VLD zo hevig reageert tegen de paar tientallen Vlaams Belangers die tot N-VA zijn toegetreden, wetende dat ik zelf ook benaderd ben geweest door die Open VLD. Ik ben Steven Dupont, 35 jaar. Ik ben een kleine 13 jaar actief geweest bij het Vlaams Belang en kom deze verkiezingen op bij N-VA Grimbergen als lijstduwer en op plaats 8 bij de provincie Vlaams-Brabant, eveneens N-VA. Dat 70-puntenprogramma heb ik eigenlijk nooit als dusdanig achtergestaan in zijn 70 punten. Er zijn altijd wel een aantal elementen die interessant zijn in elke partij. Ik zal mijn eigen nooit een racist noemen. Ik ben geen racist. Ik kan dat wel zeggen, maar u zal mij op mijn woord moeten geloven. Maar ik begrijp wel dat er in bepaalde wijken problemen zijn en dat mensen daar op een andere manier op reageren. En wetende dat er toen geen alternatief was, nam ik dat er inderdaad bij. 13 jaar lang aanhanger van het radicale Vlaams Blok en later Vlaams Belang, tot Steven Dupont zich niet langer kon vinden in het radicale discours van de partij. Ik ben gaan aankloppen bij de N-VA. En toen heeft hij mij heel duidelijk gesteld van kijk, wij gaan nu vandaag niet zeggen of u welkom bent, ja of nee. We gaan een screening moeten uitvoeren. Hoe dat technisch en praktisch in zijn werk is gegaan, dat weet ik niet. Ik was er uiteraard niet bij. Maar ik weet wel dat dat grondig is gedaan en dat het maanden heeft geduurd. Want ik heb echt maanden niets gehoord. En nadien bleek dat er wel een aantal onderzoeken waren in de zin van gezocht naar extremistische uitspraken, racistische uitspraken, homofobe uitspraken. Ik kan u zeggen, daar is niets van gevonden. Een strenge screening, zegt Dupont, en zo zou het volgens de N-VA ook bij andere ex-belangers gaan. Ik ben Luc Sevenans, ik ben senator voor N-VA. Ik heb blijkbaar een verleden, want ik ben 20 jaar mandataris geweest bij het Vlaams Belang. En ik kom dit jaar op in Brasschaat voor N-VA uiteraard en ik ben lijstduwer. U krijgt een aantal persoonlijke gesprekken om naar uw motivatie te peilen. Om echt te zien wat je wel volledig het N-VA-programma wenst te onderschrijven. En uiteraard, als je extreem ideeën hebt gehad vroeger, goed, iedereen mag van ideeën veranderen. Hè. Wel, het woord extreem, dat kun je moeilijk inschatten. Hè. Heb ik een rechtsverleden? Ja, goed, daar ben ik ook niet beschaamd om dat te zeggen. Ik zou zeggen, extreem rechts, dat is ook naar gelang wat men wil. Hè. In sommige landen zijn extreem rechtse partijen gewoon regeringspartijen. Dat is wie bepaalt wat extreem rechts is. Meer dan 40 ex-belangers zouden er intussen bij N-VA zitten. Maar voor de meer progressieve mensen binnen de partij lijkt het nu wel genoeg geweest. Ik begrijp wel waar je naartoe wilt. Er zijn een aantal mensen die links gecatalogeerd worden en die nogal reageren. Ik begrijp dat. Hè. Ik begrijp dat. Ik heb mijn verleden tegen. Maar ik denk dat zij ook zo objectief en zo eerlijk zullen zijn om te kijken naar de toekomst. En dat ik op mijn daden vanaf heden, hè, vanaf mijn toetreding tot N-VA, word afgerekend en niet op mijn verleden. Het is natuurlijk wel zo, en daar hoop ik toch wel op, dat die mandatarissen toch nog even zullen nadenken over wat ze aan het doen zijn. En daar misschien binnen die N-VA een historische rol kunnen spelen. Namelijk die N-VA kunnen overtuigen dat het cordon sanitaire moet doorbroken worden. Ik denk dat het cordon moet doorbroken worden door Flip de Winter zelf. Als hij zo van die straffe uitspraken blijft doen en of die straffe mediacampagnes blijft doen, dan moet hij toch beseffen dat hij zelf ook mee voor het grootste deel verantwoordelijk is voor dat cordon sanitair. Liefde moet langs twee kanten komen. Hè? Ik vind het cordon op zich als principe niet gezond. In een democratie hoef je niemand uit te sluiten. Maar daarmee heb ik zeker niet gezegd dat ik voorstander ben voor een coalitie met het Vlaams Belang.
Maar u sluit het niet uit? Ik sluit niets uit, totdat de kiezer de teerlingen heeft geworpen.